Hey, René hier. Welkom op het kanaal van His. En vandaag ga ik je weer uitnodigen voor een treasure hunt hier in Emmeloord. Hey, René hier. Ik sta hier bij de ingang van Emmeloord. En waarom sta ik hier? Omdat we aanstaande zaterdag 22 augustus 2020 om 2:00 weer van start gaan met een treasure hunt hier in Emmeloord. En de afgelopen keren zijn fantastisch geweest. Echt geweldig. Met mensen die dus echt hun schat, hun persoon die God hun op hun hart had gegeven, hebben gevonden. En die persoon hebben kunnen bemoedigen, hebben kunnen zegenen en hebben kunnen laten weten dat God van hun houdt, dat Jezus van hun houdt. En aanstaande zaterdag gaan we weer en jij kan daarbij zijn. Jij kan daarbij zijn. En ik wil je uitdagen om deze week, vraag de Heilige Geest wie Hij voor jou heeft. En wees hier in Emmeloord, aanstaande zaterdag, 22 augustus, om 2:00, voor het voorhuis. Dat is die grote toren in het centrum. En zet het in je agenda. Zorg dat je erbij bent. En wees bemoedigd voor jezelf. En dat we het Koninkrijk van God baan zullen zien gaan breken. Hier in Emmeloord en in Nederland. In Jezus' naam. Ik zie je zaterdag. Dit is het kanaal van His. En wij zijn een charismatische, geestvervulde, geestgeleide gemeente. En dit kanaal gaat om discipelschap. Over de aanwezigheid van God in jouw leven. The presence of God. En als jij dat bent, dan wil ik je uitnodigen. Abonneer je op het kanaal. En klik op het belletje. Alle notificaties. En zorg dat je gewoon niks mist van alles wat God hier in de polder aan het doen is. En hier in de achtergrond, daar zie je de toren waar we komende zaterdag gaan verzamelen. En ik hoop dan weer een video te kunnen maken om daar getuigenissen van te delen. We doen ons best, maar zorg dat je gewoon erbij bent. En voor iedereen die al geabonneerd is op dit kanaal, hartelijk dank. Welkom bij de familie en samen maken we het verschil. Dankjewel.